We staan hier op First Look en ja, zoals je ziet dat logo achter me, we zijn niet hier alleen voor Gran Turismo. We hebben ook hier Drive Club te spelen. En die zit natuurlijk op de PlayStation 4. Dat is hartstikke tof. En wie wij hier tegenkwamen was Joe van Buurik. Hij is bekend van Gamer.nl en Autoweek. Nou, hij heeft ook een heleboel voor de GT Academy gedaan, dus daar hopen we ook meer over te zien. En ja, ik heb samen met Joe Drive Club gespeeld. Het is een heerlijke toegankelijke arcade race game, maar wel met een waarheidsgetrouwe ondergrond. Het is echt dat de auto's voelen zoals ze in het echt zijn, maar niet heel moeilijk te besturen zijn. Dus minder die realistische simulatielaag van een Gran Turismo en wat meer toegankelijkheid, fun. En dat is wat Drive Club onderscheidt van Gran Turismo. Wat het zo leuk maakt is dat het heel erg interactief en sociaal is. Je kan al je scores, je resultaten van races delen met vrienden en direct uitdagingen versturen, zodat zij jou weer kunnen proberen te verslaan. Ja, wat je zegt dat de realisme toch wel erin zit, dat valt erg op aan die graphics. Die zien er best wel goed uit. Ja, misschien een tikkeltje arcade, maar je ziet gewoon de wereld leeft, de auto's leven. Ja, daar zit ook een beetje schademodel in. Wat vind jij het mooiste van Drive Club? Het mooie aan Drive Club vind ik dat het wat organischer is dan Gran Turismo. Gran Turismo is wat meer klinisch. Het is wat meer typisch heel fijn gepoetst en gepolijst. Terwijl Drive Club iets rauwer is, wat echter. En ze hebben ook een dynamisch lichtmodel. Dat wil zeggen, als jij bijvoorbeeld een lange race speelt en je stelt in dat de tijd, ik noem maar wat, 10 keer versneld wordt, dat je ook echt de dynamische cyclus van zonsondergang en maan en zonsopgang tijdens je race meemaakt. En dat is toch wel iets heel bijzonders, wat we eigenlijk in Gran Turismo maar heel weinig gezien hebben. Alleen bij races op de Nürburgring en dergelijke, lange afstand. En bij Drive Club is dat bij elke circuit. Ja, klopt. Bij Gran Turismo in dat paar circuits maar. En op PlayStation 4 ziet het er echt nog een stuk klap mooier uit. Dat is echt ongelooflijk. Wat wel opvalt, de auto's voelen mij toch, ik heb er moeite mee. Kan je dat voorstellen? Ja, dat kan ik voorstellen. Maar dat komt ook, bij Drive Club is er maar één handling model. En dat is zoals het is. Terwijl bij Gran Turismo kun je natuurlijk zoveel fine-tunen en aanpassen naar jouw eigen voorkeur. Dat is iets waar je aan zou moeten wennen als je van Gran Turismo houdt en toch Drive Club wilt spelen. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel mensen zijn die een PlayStation 4 willen halen. Misschien wel vanwege Drive Club, want het is een race game bij de launch en een hele goede waarschijnlijk. Maar dan wel denken, ja, het is geen Gran Turismo. Tegelijkertijd ligt Gran Turismo 6 net in de winkels, daar ben jij eigenlijk ook mee aan de slag. Maar als je nou echt een fan bent, dan is het zeker de moeite waard om PlayStation 4 te halen en Drive Club te gaan spelen. Want het is complementair aan Gran Turismo. Gran Turismo is die complete verzameling met auto's, veel circuits, realistisch rijgedrag. En Drive Club is wat losser, wat sneller, wat vlotter. En ook gewoon ja, ontzettend mooi, je zegt het zelf al. Ja, dus het is eigenlijk een goede aanvulling op de race game genre die we eigenlijk al hebben. Het zijn geen concurrenten dus eigenlijk van elkaar, maar het vult elkaar aan. Okay. Ja, zeker. Zullen wij nog een potje gaan doen dan? Doen we.